ieder klein stapje wat je beter kan maken in een start is ook uiteindelijk weer een klein beetje in een tijd. En een klein beetje in een tijd is in de sprintwereld best wel weer een grote stap in tijd. Ik kan echt totaal loslaten en op dat moment moet het maar zo goed zijn als dat het is. Alles waar je over nadenkt in een race, dat vertraagt. Het is niet meer waar je over nadenkt, het is echt gewoon ja, alleen maar gaan. De eerste actie is eigenlijk de achterste voet. Daarmee initieer je het. Dus zodra het zat goed gaat, moet het zijn bam. Een soort hamerslag moet het zijn. En dat is eigenlijk alsof je klaar staat en boem, en dan ben je weg. Kijk, en waar we dan eigenlijk aan werken, je ziet dat die hak eigenlijk nu omhoog komt. Van de achterste been? Ja, van de achterste been. Komt eigenlijk omhoog een beetje. Wat je eigenlijk wil is de eerste twee passen snel aan de grond. Nu zweeft ze even een tijdje. Ja. Ja, dat is een beetje nutteloos in de eerste twee. Daar heb je minder aan. Dat is zonde. Dat is een beetje zonde. Terwijl de rest is aan de grond. Dus in de WK-finale stond zij ongeveer als vijfde aan de grond. Ja? En Chelyanne was de eerste. Ruim. Wat aan de grond is, je kunt het wel doen. Ik kan het wel doen. Ja, dus dit WK-finale, Daphne was hier, Chelyanne was aan de grond. Ja, okay. Dat scheelt. Nou, dat scheelt in ieder geval dat eerste stuk. Dus als we dat stukje, die twee passen, een klein beetje beter gaan doen, is ze snel. Set! Set! Ik denk dat ik een hele sterke voet heb in vergelijking met veel anderen. Je hebt altijd wel een verschil rechts-links natuurlijk. Ik heb wel... Mijn linkervoet is over het algemeen wat stabieler en wat sterker denk ik dan mijn rechtervoet. Ze heeft een behoorlijke voetboog. Dat is eigenlijk haar springveertje. Dat is een springveer? Dat is haar springveer. Ik denk dat de holling van je voet heel erg belangrijk is. Omdat je dan, als je een holling hebt in je voet, dan zak je ook minder door. En als je doorzakt, betekent dat je tijd verliest eigenlijk. Dus je slaat eigenlijk meer op de grond dan dat je er doorheen zakt. Ja. Maar is het zo dat die bolling tijdens jouw 100 meter bol blijft? Of wordt het even vlak? Het zakt in. Het zakt altijd een beetje. Altijd een beetje, maar je probeert zo min mogelijk. Ik ken geen sprinter die niet hard de grond raakt. Dus je hoort sprinters lopen. Als ze sprinten, dat is een geweld op de grond. En een minder goede sprinter hoor je minder. Als je dus een goede sprinter bent, dan sla je gewoon letterlijk met je voet op de baan. En dat hoor je. En iemand die iets minder sprint, die zakt een beetje weg. Je wil dus op kort mogelijke tijd zoveel mogelijk kracht leveren. En dat moet je kunnen. Ja. Hoe is het bij jou? Is dat een beetje... Een beetje misselijk. Oké. Nou, we wachten heel even 6 minuutjes. En dan mag je het aangeven. Het hoeft niet. Als je goed genoeg voelt, kan het. Oké.